Nou gaan we uh, het volgend jaar ook uh, een mooi event hebben. Dat is Next Gen ICT en Game Event. The Battle of 0318. Wat kun je daarover vertellen? Nou, dat klinkt stoer, toch? Heftig. <laughs> ja, dat klinkt heftig. Nou ja, zo heftig is het ook weer niet. Nee, het is, um, we willen een evenement uh, uh, voor het eerst, het is nieuw, uh, in, de in de markt zetten. Um, wat gericht is uh, op. Uh, nou, wat eigenlijk als doel heeft, zo moet ik het uh, formuleren, om de jongeren, de scholieren uh, enthousiast te maken voor een uh, leuke en interessante ICT opleiding en ook een carrière in de ICT. Ja. Nou, daar kan je uh, uh, een saaie stand voor uh, uh, neerzetten of daar kan je een saai verhaal houden. Wij hebben gemeend dat uh, uh, ja, wat vinden heel veel jongeren leuk, dat is gamen. Dus we gaan een 24 uur landparty organiseren. Mm -hmm. En uh, uh, daarnaast wordt er ook informatie gegeven over de opleiding en carrière mogelijkheden aan de scholieren. Maar de LAM ja, dat wordt wel de grote trekker. En waar gaat dat plaatsvinden? Dat gaat plaatsvinden in. Uh, nou, de locatie was best een ding om, dat, uh, ja, om een goede locatie te vinden. Maar het gaat plaatsvinden in. De basiliek. Ja, en dan 24 uur achter elkaar. Ja, 24 uur achter elkaar. En dan neemt iedereen zijn eigen computer ook mee. Ja, neemt zijn eigen spullen mee. En uh, hij koopt een kaartje en daarvoor uh, krijgt hij een plek. Mm -hmm. En uh, daarvoor uh, mag hij 24 uur lang blijven. Mag hij uh, lekker meedoen met gamen. En het wordt een battle tussen de uh, scholieren uh, van de verschillende uh, scholen. Uh, het is de leeftijdsgroep van nou ja, ergens tussen de 13 en de, en, en de 18 zeg maar. Ja. Um, en hij, uh, hij of zij uh, krijgt uh, eten erbij. Maar de uh, battle of 0318 suggereert ook Ede, want Ede is ook 0318. Ja, ja, ja. maar het zal voornamelijk van de middelbare scholen van Venendaal uh, zijn. Ah, oké. Okay. Ja, en um, daarnaast hebben wij de samenwerking gezocht, uiteraard, met ICT Valley. Ja. Hè, de belangrijke uh, ICT-club in, uh, in Venendaal. En die uh, werken met ons samen. En we werken ook samen met de gemeente en met de opleidingsinstituten. En uh, de marktpartijen die kunnen meedoen. Uh, om zich daar te profileren en om hier een, een partner in te worden. En het leuke is dat we daar een aantal uh, ja, bedrijven bereid toe hebben gevonden. Wat ontzettend leuk. Ja. ja. En um, uh, uh, wanneer gaat het ongeveer plaatsvinden? Ja, dit gaat uh, plaatsvinden in uh, februari, 16 en 17 februari. Oké. Okay. En uh, nou ja. De, de inschrijving die gaat binnenkort open. Dus we zijn heel benieuwd hoe het zal gaan lopen. Nou, dat zijn we allemaal. We gaan het volgen. Um, hier komt weer het volgende nummer: Ramses Shaffi en Lisbeth List met Pastoraal.